Yes, goedemorgen allemaal. Goedemorgen iedereen. Hi. Goedemorgen. Hallo Annette, hallo Judith. Hi. Goedemorgen. Wauw, we zijn hier vandaag bij elkaar. Oh, nu is er ineens heel veel wind, Judith. Kan jij misschien even... Judith, heel veel ruis op de lijn. Ja, cool. Dat heb je soms plots als het weer dan wat anders doet. Ja, X-Men komt naar Nederland. Naar Westkapelle. Yes, en ook online. Dus mocht je heel ergens anders in het land zijn en denken, oh, Westkapelle lukt me niet, dan kan je er ook bij zijn online. Maar we gingen het even hebben. Soms vragen mensen wel eens, ja, ben ik nou een X-Men of ben ik het nou niet? Ja, want daar had ik eigenlijk ook wel een vraagje over. Bij X-Men staat heel vaak mensen met ADHD, ADD, autisme. Dus mijn vraag was, zijn mensen die dit hebben altijd een X-Men? Of kun je ook X-Men zijn zonder al deze aandoeningen? Of heb je altijd een vleugje ervan? Nou, dat is dus echt een... dat is wel een interessante ook als je gaat kijken. Want nou ja, wij zijn allemaal... Zeg maar, al die labels zijn natuurlijk super hip geworden in de laatste 10, 15 jaar. Maar als je daarvoor, zeg maar, wij zijn allemaal toch van daarvoor. Toen waren die labels echt nou niet bestaand of super zeldzaam. Dan moest je echt al in een hele grote extreme vorm eigenlijk anders zijn. Voor je dan, zeg maar, gediagnosticeerd werd als iets wat niet inpast. En het mooie aan de X-Men classes en aan die tools en hoe... Gary en Maxwell en Dane eigenlijk zijn begonnen met daarnaar te kijken, is van wat als er niks verkeerd is? Wat als de kinderen, maar ook wij, die niet inpassen, eigenlijk daar zijn om mogelijkheden te brengen die een andere future, die een andere toekomst gaan mogelijk maken? En dat is natuurlijk heel anders. En hoe vaak hebben we gehoord van, oh, als je dit zo niet kan doen en dat zo niet kan doen, dan ben je dus verkeerd. Of dan ga je op bijles moeten. Of dan ga je meer uitleg nodig hebben. En als we eigenlijk vanuit het perspectief van bewustzijn gaan kijken en vanuit hoe Access Consciousness er naar kijkt, is het ineens van, nee, wacht maar eens even. Wat als wij eens even vanuit jou ook kunnen gaan kijken? Wat kunnen wij leren van hoe jij de dingen doet? En voor sommige mensen... Sorry, ga maar. Ja. Nee. En voor sommige mensen is dat inderdaad waar je in school tegen dingen aan bent gelopen of tegen dingen aanloopt of met je kinderen tegen dingen aanloopt. Maar wat ik steeds meer zie eigenlijk is dat dat, zeg maar, de oppervlakte is. En dat heel veel van ons eigenlijk capaciteit hebben bijvoorbeeld met ons lichaam die totaal niet in deze realiteit passen. En die als je dan met iets zit en naar de arts bijvoorbeeld gaat, wel een diagnose gaat kunnen stellen over, oh, er is iets verkeerd, maar dat je er dan niet uitkomt, tenzij je gaat vragen, oh, is er echt iets verkeerd, of is dit een capaciteit die ik en mijn lichaam hebben, en nu wat? Kun je daar een voorbeeld van geven, van capaciteiten met het lichaam? Ja, nou ja, ik had vorige week eigenlijk een cliënte die belde, want die was gediagnosticeerd met een tropische ziekte, die woont ook in de tropen. En nou ja, op een gegeven moment, ze kwam er maar niet uit na 2 weken. En nou ja, het werd allemaal maar erger. En ze had op een gegeven moment echt iets, nou, ik denk dat ik echt helemaal, het gaat echt niet goed. Dus ze had op een gegeven moment gevraagd, nou, wie kan ik bellen? En toen kreeg ze mij. Dus toen zei ze van, hey, kunnen we alsjeblieft even bouncen? Want het, nou ja, ik weet het niet meer. Ik word echt helemaal gek hiervan. En nou ja, we hangen aan de lijn. En na een paar minuten zeg ik, nou oké, allemaal goed en wel dat je dat hebt. En dat je die symptomen hebt. En dat het ook, zeg maar, bewezen is dat je dat hebt. Maar is dat echt wat er aan de hand is? Of is dit een capaciteit? En op het moment dat ze dat aan zichzelf ging vragen, was er een soort van, oh, wacht even, ik probeer dit maar te laten weggaan. Ik probeer dit maar uit te zetten, maar dat werkt niet. En toen gingen we ook kijken van, nou oké, hoe vaak, zeg maar, als we besluiten dat iets verkeerd is, of niet handig, of het er niet uitziet zoals we willen, dan gaan we dat proberen te dimmen. Ja. Maar als het een capaciteit is en je vraagt tegelijkertijd ook voor meer bewustzijn en meer in je eigen kracht te staan en dat soort dingen, dan ben je dus totaal incongruente dingen aan het creëren. Ook in dit geval in je lichaam. En nou ja, hoe vaak hebben we op die manier, gaan we eigenlijk een stille dood creëren? Wow. In het lichaam.
ja, in plaats van echt te gaan kijken, oké, wauw, hoeveel meer bewustzijn moet ik gaan toevoegen aan mijn leven, in mijn keuzes, voordat dit gaat werken voor mijn lichaam? En wat kan mijn lichaam, wat op dit moment bijvoorbeeld in de wetenschap wellicht nog niet erkend wordt of bekeken wordt als een kracht? En dan hebben we het altijd over energetisch bewustzijn. Energie die je herkent, praten met energie, met je lijf. Of kun je daar iets over uitleggen? Ja, nou het mooie is ook dat we zeg maar met de vragen die we stellen heel vaak proberen we ook weer iets te gaan zoeken wat in past in wat we al kennen. En wat ik heb gezien met X-Men's en met werken, of het nu gaat over capaciteiten zeg maar, met hoe je leert, hoe je wiskunde doet, hoe je talen leert, of hoe je dingen transformeert met je lichaam. Heel vaak kan dat nog niet ingepast worden in wat we kennen, omdat het echt nog niet gekend is voor je. En ja, de enige manier hoe je daar eigenlijk naar kan gaan zeg maar, creëren en dat gaan neerzetten in je leven, is door vragen te gaan stellen. En niet te wachten op een antwoord, maar echt te gaan kijken naar, oké, wat creëert er in mijn ruimte? Oké, dat creëert meer ruimte. Wauw, nu wat is dit? Dit is zo anders dan wat ik ken. En wat we dan meestal gaan doen, is dat we dat gaan proberen van toch ergens in te tillen, zodat het begrijpbaar wordt. Want als het begrijpbaar wordt, dan kunnen we er een toekomst mee gaan creëren. Of dan kunnen we er iets mee doen. Maar wat als dat niet nodig is? Oeh, ja. Yeah. Mooi. Ja. Ja, zo kun je... Kun jij ook nog wat meer vertellen over... we zijn nu het boek aan het lezen. Yes. We to teach a fish how to climb a tree. Ja, en, in Nederlands, ik ga hem even vertalen, want ik vind die titel echt waanzinnig. Zou je een vis leren om in een boom te kruipen? Ja. Een boek van Anne Maxwell en Gary and Dane. En wat heel vaak zeg maar toch een soort van feit is, als we kijken naar, oh, mijn kind is anders. Of die doet het niet zoals het moet. Weet je, hoe vaak proberen we dan toch nog die vis zeg maar voor de boom te hangen. Zo, spring nou. Kruip nou. Ja. Ja, ik werd een beetje getriggerd door de X-Men klas. Ja, vanwege mijn kind. Dat ik denk van, oh, ik wil daar wel eens wat meer over weten. Maar gaande we nu het boek aan het lezen zijn, krijg ik al zoveel meer tools gewoon en puzzelstukjes die vallen voor mezelf. Niet zozeer voor mijn kind. Kun je daar nog wat meer over zeggen, hoe je daar in de klas ook verder op ingaat? Ja, maar dat mag je helemaal niet zeggen aan volwassenen, want die doen het allemaal voor hun kinderen. Nee, dat is echt een van de dingen. Toen ik met X-Men begon, jaren terug, mijn eerste klas nam, toen dacht ik ook van, oh, doe dat, want ik werk met kinderen en er is zoiets anders met hun en ik wil toch meer tools om hun beter te kunnen begeleiden. En toen zat ik in de klas online met Gary en Diva Diaz. En bijna met alles wat ze zeiden had ik echt zoiets van... Oh. 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 En er vielen nou wel honderden puzzelstukjes op 3 dagen tijd. Over waar ik toch dingen stiekem verkeerd had gemaakt. Of bedacht had dat dat niet oké was. En door dat eigenlijk te gaan losmaken. En ondertussen heb ik nou ja, een boel andere klassen ook gedaan van X-Men. Begon ik te merken van wauw, eigenlijk die OCD waar we het bijvoorbeeld over hebben, die wordt alleen maar groter. En mijn creatiecapaciteit daaraan vast, wordt ook alleen maar groter. En dus dat is echt een ding waarvan je... We hebben zoveel capaciteiten, ook bijvoorbeeld met snelheid vaak. Als je X-Men bent, dan bestaat tijd niet. Dus dan is er ook niet van, oh, we gaan eerst dit doen, en dan gaan we dat doen, en dan gaan we dat doen. Dat bestaat niet, dat is niet. Het is gewoon zo, ja, ik neem dat waar, en nu dankjewel. Maar hoe vaak wordt dat bijvoorbeeld in deze realiteit beschreven als... Oh, je bent zo ongeduldig. Stop eens even met ongeduldig zijn. Wacht gewoon even jouw tijd af. Jouw moment. En dan creëert het... Ik heb bij mezelf gemerkt, maar ook bij anderen... Dat het een soort van contractie creëert naar lineariteit. Om dat maar te proberen te begrijpen. En wat we ook vaak gaan doen is dat we dan bijvoorbeeld gaan nabootsen. En gaan kijken om ons heen. Oh ja, zij doen het allemaal zo, dus ik ga dat ook maar proberen. Maar dat werkt eigenlijk nooit. Je kunt wel een beetje doen alsof en op een gegeven moment zelf gaan geloven van... Oh, ja, ik denk dat het nu ondertussen voor mij ook werkt. Zie je? Oh, ik kan dat ook nu lineair denken. Oh, en ik kan zo traag zijn. Maar vanaf dat je dat begint te ontgrendelen eigenlijk... Wat ik heel gaaf vond door die klasse te doen... Was dat er ineens een soort van... Oh, een van de capaciteiten van een X-Men is om verschillende realiteiten... Tegelijkertijd in je bewustzijn te hebben en daar gebruik van te maken.
Maar hoe vaak hebben we die realiteiten wel in ons bewustzijn, maar staan we gewoon constant aan het effect ervan, omdat we eigenlijk niet erkennen van, hé, dat is een capaciteit. Als jij bereid zou zijn om gewoon te erkennen van, oh my god, ik hoor honderden realiteiten per seconde van iedereen om me heen, van iedereen in mijn land. Oh, aha. Oh. Alleen al door die erkenning heel vaak begint er een ruimte te ontstaan waarbinnen die capaciteiten kunnen gaan leven. En niet alleen maar, zeg maar, een soort gevoel van aanval op jezelf gaan creëren. En dat is wat ik zie met deze klasse, maar ook met gesprekken en facilitaties daaromheen. Het gaat om de ruimte. Als je geen ruimte creëert voor die capaciteiten, dan gaat het heel vaak een probleem creëren. En wat die klas je uitnodigt is om ruimte te gaan creëren waarbinnen dat allemaal kan zijn. Super. Is dat dan ook wat ze dan tegenwoordig steeds noemen hooggevoeligheid? Mensen die zo gewaar zijn en dingen niet aankunnen. En ja, zich een soort van terugtrekken en de maatschappij moeilijk vinden. Nou, dat is heel vaak wat we daaraan labelen. Hè? Oh, ik ben hooggevoelig. Oh, ik ben een spons die alles opzuigt. En nou ja, het ding wat ik daarmee heb gezien is dat als je daarover vragen gaat stellen ook. Je standpunt creëert je realiteit. En dat is iets wat ik heel... Weet je hoort dat heel vaak. Je standpunt creëert je realiteit. Als je een beetje access hebt gedaan, dan heb je er vast over gehoord. Mooie theorie. Maar wat ik ging zien bij de mensen met wie ik werkte, met mijn studenten ook, was dat degene die dat standpunt aannamen, van ik ben hooggevoelig, die waren constant moe. Die waren constant uitgeput. Die konden constant niet vooruit. Dus ik ging hen op een gegeven moment ook vragen van, oh, ben je eigenlijk hooggevoelig of ben je hooggewaar? Nu zit dat, zeg maar, je kan soms denken van, nou, wat is nou het verschil tussen hoogsensitief of hooggevoelig en hooggewaar? Dat zit hem toch alleen maar in de woorden. En wat ik ging zien door te gaan kijken ook welk woordgebruik gebruik je, kies je te gebruiken en wat voor realiteit kies je daarmee? En dus het is heel mooi om daar te gaan zien ook als je jezelf, zeg maar, stel je kijkt deze live en je hebt ergens gehoord dat je hoogsensitief bent en niemand heeft jou daar een vraag over gesteld. Of je hebt een boek gelezen over hoogsensitiviteit en al die symptomen klopten. Wat als je jezelf kan gaan vragen, oh, ben ik hoogsensitief? Of ben ik hooggewaar van alles? Voor mij is hoogsensitief, en wat ik heb gezien ook heel vaak, hetgeen wat je aan het effect zet van iets anders. En alles om je heen. Op het moment dat je gaat kijken hooggewaar, dan ben je gewoon heel alert van alles. En wat is dat nu precies de kracht is waarmee je je leven, je business, familie, relaties kan gaan creëren. En niet meer denken van, oh, ik kan daar niet mee aan, ik kan dat niet tegen. Wat niet wil zeggen dat je soms zal gaan merken, ook hoe bewuster je wordt, dat je misschien andere keuzes gaat maken. Dat je wellicht gaat zien van, oh, nou eigenlijk wat ik daarvoor koos, dat werkt niet meer zo voor mij. Maar wat is er nu mogelijk? En dan gaat het niet over, oh, ik ben hoogsensitief, dus ik kan daar niet meer komen. Maar meer over, oh, nee, eigenlijk creëert dat niet wat ik wil. Dus waarom zou ik het überhaupt kiezen? En dan ga je eigenlijk een vrijheid creëren, waardoor je niet in conclusie moet van, oh, ik kan niet in mensenmassa's, ik hou niet van dit, ik hou niet van dat. Maar waarin je weet van, oh, ik kan gewoon altijd kiezen en ik hoef niks te besluiten daarover. Als het niet gaat creëren, nou, waarom zou ik het dan kiezen? Als het wel gaat creëren, oh, nou, dan heb ik al sinds tools om daar ook te kunnen zijn. Gaaf. Woensdag, hè, mogen we. Woensdag mogen we. En het mooie Wiskapelle, waar jij staat. Woe! Oh, we hebben wat mensen die hier spreken. Oh, Sabine, die is hier. Oh, holy moly, ja, geduldig zijn. Die vragen, wat is het dat het lijkt of niets wat niet kan met vragen stellen dat het in mijn hoofd vertwijfeling en angst. Ja, nou, er zijn zoveel verbasterde dingen vaak. Verbasterde concepten in deze realiteit die van kracht die niet verklaarbaar zijn, waar je alleen maar door vragen eigenlijk meer gaat kunnen creëren in een soort van, nee, we moeten weten wat dit is, want als we weten wat dit is, kunnen we ermee gaan creëren. En dat is eindeloos. En ik weet, toen ik voor het eerst de manual van de tweedaagse zag, toen stonden daar echt dingen in als kanker en HIV en dat soort dingen, ook als capaciteit. En ik had echt iets van, wat? Hoezo dan? Wat is dit? Wauw. Het ging zoveel verder dan inderdaad alleen maar de rieltjes ADHD, ADD, autisme. Dus ik vraag me echt af ook
wat er met die klassen mogelijk is. Dus wat als we echt aan het begin staan van 4 triljoen jaar toekomst, waarvan we op dit moment een gewaarzijn kunnen hebben, energetisch, maar geen idee hebben hoe dat zich gaat vormgeven. En deze klassen zijn echt een deuropener daarvoor, om jou eigenlijk te gaan... Ah, hoe zeg je dat? Om je eigenlijk iets, een andere mogelijkheid te gaan laten zien, energetisch, waarmee je kan gaan kijken, wauw, waar ben ik toe in staat? Wat weet ik? Wat niemand anders weet? En hoe anders ben ik? En overal waar ik al mijn energie heb gestopt om in te kunnen passen, om niet anders te zijn. Wat als ik dat, al die energie nu kan gaan gebruiken om eigenlijk veel te veel plezier te hebben in mijn leven? En ook als het voor niemand past en in niemands wereld een plaatje kan zijn, ben ik bereid om alles van mezelf te hebben. En je zal zien dat ook als je kids om je heen hebt, hoeven niet eens de jouwe te zijn, maar zij ook veel meer ruimte gaan krijgen. Omdat ze zien dat jij ook kiest om die ruimte te zijn. En met X-Mens gaat het nooit om woorden. Het gaat altijd om wat je energetisch bent en de ruimte die je bent. Dat staat hen toe om ook vooruit te komen en te creëren in de wereld wat zij weten en kunnen. Ja, wat zal het vergen dat we dat met z'n allen gewoon kiezen? Ja, mooi. Ja. Wat zijn de tijden van de klas woensdag, vragen ze. We beginnen om 10:30, zodat je met gemak ook met de trein, als je met de trein wil reizen, aan kan komen. En we gaan door tot 5:30. Dus, en we zijn ook vlak bij het strand. Dus we kunnen ergens lunch afhalen en dan kan je ook even gaan uitwaaien op het strand. Ja, heerlijk. Ja. En mochten er problemen zijn met trein of bus, ik kan mensen ophalen in Middelburg van het treinstation. Oh my god, dus, dat is fantastisch. Ja. Ja, en mocht je nog vragen hebben, natuurlijk ook Judith en Annette of ikzelf, we zijn paraat. Yes. Er is ook een manual bij deze klas met tools, met een heleboel clearingen ook over projecties, waar we gaan spelen ook met die ruimte, waar je ook gaat kijken hoe kan je dat ook voor anderen, met anderen doen zijn. En ook, het werkt niet alleen voor kinderen. Ik pas het de hele tijd hier toe. Met mijn paard bijvoorbeeld. Dus als je dieren hebt ook, kan je er zoveel van leren. En ontdekken. Dus, en ook met volwassenen. Ja, en als je wil overnachten, er zijn nu genoeg mogelijkheden om te overnachten. En ze geven het prachtig mooi weer af. Oh my god. Nou, weekendje, nee, midweek at the sea. Ja, en de grenzen zijn ook gewoon open als je vanuit België komt. Dus ja, dat is gewoon allemaal eigenlijk mogelijk. Je kan gewoon reizen voor opleidingen en voor werk. Zonder probleem. Super! Lady, tot heel snel, tot woensdag. En ja, voor jullie online, laat het weten als je nog vragen hebt. En anders zien we jullie heel graag op woensdag. Oké, dankjewel. Doei. Ciao!